steek dit kaarsje aan voor onze lieve dochter Sammy. Ze was 1,5 jaar toen ze overleed op Valentijnsdag. En ze is overleden aan meningokokken B, hersenvliesontsteking. Ik zit hier elke dag. Ik steek elke dag een kaarsje aan. Die blijft altijd branden. Ook 's nachts voordat we naar bed gaan, opdat ze altijd in het licht staat. Want dat staat ze voor ons. Ik was 44 toen ik zwanger bleek te zijn. En dat was echt een cadeautje. Elke dag, dan zei ik tegen haar van, wat ben je van mama? En dan zei ze, ik ben mama's hartje. En wat het zo bijzonder maakt, is dat we nog zo vaak mooie tekens van haar krijgen in de vorm van een hart. Op haar uitvaart, toen was er in één keer door alle ballonnen, vormde zich een hart in de lucht. Zelfs in haar vingerafdrukje stond ook een hartje. En ook al is ze dan nu niet meer hier, daar zijn we wel heel dankbaar voor dat ze deze tekens aan ons geeft. En daar krijgen we heel veel kracht uit. Wacht niet om te vieren, wacht niet om te vechten. Voor alles wat je waard is, voor je het weet is het voorbij.